Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de open orakel dagkaartreading doen voor 9 maart 2022. En ik ga 3 kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. De eerste kaart voor vandaag is ook de energie laten stromen, de past is in the present. Oké, het verleden is ook in het heden aanwezig. En de energie centreren, uitbalanceren, daar mag je vandaag even extra aan werken. Wat zegt de energie vanuit het verleden jou in het heden? Ga er even goed naar kijken, ga er even stappen uitnemen. Erg belangrijk. De tweede kaart is de zwarte spiegel. Wat staat voor projectie? Oké, projecteer het juiste uit en ontvang het juiste. Blokkeer het negatieve met projectie. Zet jezelf ook in bescherming en in het licht. Gebruik daarbij je energie misschien vanuit het verleden en het heden om hier stukken te gaan doorbreken. En de derde kaart is dromen. Boodschappen, tekenen, symbolen, begeleiding zijn de sleutelwoorden. Oké, dromen. Uit laten komen. Boodschappen gaan ontvangen en dromen. Misschien je dromen eens gaan proberen te tekenen. Of op bepaalde symbolen letten. En vertrouw ook op je innerlijke vorm van begeleiding vanuit het hogere. En weet dat je nooit alleen bent. Dromen komen uit, ook voor jou. Dus 3 prachtige kaarten wat je weer kan gaan combineren. Om ook weer je dromen meer uit te laten komen. Dus ga hier wat mee doen. Mooi. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Leef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.